Dames en heren, welkom op deze zaterdagmiddag bij de wedstrijd Sportlus 46 tegen HBOK. HBOK betekent het Baron op Klompen. Schitterende naam voor een voetbalvereniging. U kent de belangen, Sportlus op de tweede plaats met 1 punt achter Zwift. En Sportlus speelt nu tegen HBOK, de ene laatste op de ranglijst. Enkele wijzigingen. Aan de bal zijn de Gert Labots in het elftal voor Mitch van der Vlist. En Maarten Siermans vervangt nog steeds de weergestelde Freek van Driel. Keeper Robin Thielen. Op het wal. En het is Nick van Baren. Naar Martijn Jansen. Jorren uit de baar. Wordt weer zijn plek centraal op het middenveld. Gooit de bal in de 16 meter. En daar staat Nick van Baren. Kopt de bal naar Martijn Jansen. En die wordt onreglementair onderuit gehaald. En Robin Demeijer mag de strafschop nemen. En schiet beheerst de 1-0 binnen voor Sportlust. Goeie opsteker in deze lastige thuiswedstrijd. Rory Verheulk zoekt de diepte richting Nick van Baren. Martijn Jansen speelt naar Gert Labots. Weer terug naar Martijn Jansen. Stroomt op naar de achterlijn. Geeft de voorzet. Maar HBOK kan de bal weer verder. Gert Labots actief aanwezig. Gaat 1-2 met Nick van Baren. Haalt uit en schiet de 2-0 binnen. Dit gaat heerlijk. En een goed voetballend Sportlust komt op een 2-0 voorsprong. Maar het is gezegd, HBOK geeft niet op. Probeert te voetballen. En deze hachelijke situatie brengt Robin Demeijer redding op de doellijn. Sportlust zocht vooral veel de lange bal richting Nick van Baren. Nick van Baren, zoals bekend, volgend jaar voor Unio spelend. Gert Labots speelt de bal naar Kevin Blonk. Kevin Blonk zet de bal voor en het is daar Nick van Baren die voor de keeper komt en de 3-0 aantekent. 3-0, een heerlijke voorsprong voor Sportlust 46. HBOK zoekt de diepte. Maar het is Maarten Siermans die ten nauwe nood redding kan brengen. Zoals al gezegd, een goed voetballend Sportlust. Men zocht elkaar regelmatig en men vond elkaar ook regelmatig. En het is hier Gert Labots die net naschiet. Een cornerbal van Jaarsveld brengt redding. De bal wordt teruggebracht in de 16 meter. En daar is het de nummer 15 van HBOK die met een beheerste kopbal net voor rust de 3-1 aantekent. Even een dompertje. We zitten inmiddels in de tweede helft. Het is Luc Molkenboer die opstaat. Luc Molkenboer legt terug en het is Martijn Jansen die niet vol kan uithalen en de bal zeilt naast. HBOK gooide een beetje de druk van zich af. Werd wat brutaler. En probeerde Sportlust onder druk te houden. Jorren uit de Boerhard en daar is het. Kevin Blonk die scoort, maar de scheidsrechter kut deze bal inderdaad goed. En het is 4-1 voor Sportlust. Een hoge bal van HBOK. Verjaarsveld laat de bal los. Maar doet dat onreglementair en veroorzaakt hiermee een strafschop. Een strafschop die genomen zal worden. De nummer 7 en die de bal feilloos en hard inschiet. 4-1. 4-2. Op dat moment werd HBOK brutaler. Men rook dat er iets te halen viel, ondanks de 4-2 achterstand. Sportlust werd teruggedrongen en HBOK gaf de drang naar voren. Hier wederom een schot vanuit het niets, ongedekt en het is 4-3 in de 71ste minuut. Nick van Baren speelt de bal naar Gert Labots. Gert Labots haalt uit en schiet de 5-3 in het doel. V
Freek van Driel in de tweede helft in het veld gekomen voor Rory Vergulik. Hier wederom een kans en het is wederom vanuit een nietszeggende situatie 5-4 voor Sportlust. Jammer van het aantal tegendoelpunten. Jeroen Merk brengt de bal voor. Het is Kevin Blonk die net een stap te laat is voor keeper Dielen. Freek van Driel lepelt de bal naar voren. Waar Nick Verbaren nog eens uithaalt en deze bal zeilt net naast het doel. Sportlust herpakte zich de laatste minuten. Kevin Blonk probeert zijn man te passeren. Maar zijn slot is te slap om keeper Dielen in problemen te brengen. En dan fluit scheidsrechter Van Rijsbergen voor het einde van de wedstrijd. Sportlust wint met 5-4 ten oude nood van HBOK. En Swift won zijn wedstrijd van ASC met 3-0. Dames en heren, goedemiddag. Sportlust TV na de wedstrijd. Sportlust tegen HBOK. De titel Het begon op klompen. We praten na over de wedstrijd met Freek van Driel. Freek van Driel, tijd geblesseerd geweest. En nu vandaag ook weer invaller in de tweede helft van Rory Vergulik. Freek. Nipt de overwinning, maar eerst even je blessure. Hoe is het daarmee? Gaat de goede kant op. Pijn is vrijwel weg als ik aan het voetballen ben, maar het is nog wel aanwezig. Maar het is nu vooral tijdens de wedstrijd voel je het niet. Dus even ritme opdoen en weer helemaal tot het oude niveau komen. Wat heb je precies gehad? Ik had een kneuzing in mijn kraakbeen van mijn enkel. En welke wedstrijd is dat gebeurd? Noordorp uit. 10 minuten voor tijd. Het bleef maar aanwezig. Het was niet prettig om mee te voetballen. Nee. Vorige week al ingevallen, vandaag weer ingevallen. Merk je dat je spelritme opdoet? Ik kwam erin en er komen een paar tegendoelpunten. Dus ik weet niet of dat aan mij lag. Het moet met de week komen. Ik ben hard aan het trainen om dat weer terug te krijgen. Even over de wedstrijd. 3-1 voor met de rust. En daarna rust wat omzettingen. Rory Vergulik werd geblesseerd het veld uit. Daarna krijgen we toch heel wat tegendoelpunten. Wat is jouw gevoel over de tweede helft? Je komt op een gegeven moment nog 4-1 voor en dan moet je het gewoon uitspelen. Je laat ze gewoon door onnodige fouten laat je ze helemaal de wedstrijd komen. En dan weet je dat het gewoon nog heel spannend gaat worden. Want ze zijn voor hun laatste kans gegaan. En je moet het gewoon uitspelen. 4-1 mag je nooit meer weggeven. Nee. Maar goed, aan de andere kant hebben we de laatste weken zoveel geluk. We dringen het natuurlijk af. Vandaag ook weer 5 doelpunten voor. Maar we hebben zoveel geluk. Het moet een keer, hè? Voor mij hoeft het niet op te houden, dat geluk. Volgende week, laatste competitiewedstrijd. Uit tegen HVC 10 in Hoek van Holland. Wat is de sfeer in de groep? Geef eens aan wat de sfeer in de groep is. Ja, je weet dat je afhankelijk bent, dus dat speelt wel mee. En als je zelf alles wint, dan maak je kans. En we hopen nog steeds op die ene misstap van Swift. En we gaan volgende week gewoon voor de winst en dan zien we wel wat Swift doet. Dames en heren, volgende week de laatste competitiewedstrijd uit Sportlust tegen HVC 10 in Hoek van Holland. En Swift speelt uit tegen Nooddorp. Freek, succes en bedankt voor dit interview. We hebben net Freek van Driel gesproken met Sportlust TV en vandaag praten we met de keeper van HBOK. Voor de neutrale toeschouwers, HBOK. Zeg het maar, wat betekent het? Het begon op klompen. Weet jij hoe ze aan die titel komen? Misschien omdat het op klompen begonnen is, naam zegt het al. Vroeger bedoel je met oudgedienders dat ze op klompen gingen voetballen? De generatie en de geschiedenis die ken ik niet. Het is mijn eerste jaar hier al, dus ik kan nu daar niks over vertellen. Waar heb je hiervoor gespeeld? Dat mag wel jij zeggen hoor. Ja. Ik heb bij de Dijk gespeeld. Eerste klasse, kampioen naar de hoofdklasse. En ik ga volgend jaar bij OFC in de hoofdklasse zondag spelen. We hebben vandaag ook hier Rinus Israël aanwezig gezien. Welke functie bekleedt Rinus Israël bij jullie? Is gewoon een toeschouwer bij ons. Hij heeft geen enkele functie. Hij komt naar zijn kleinzoon kijken, die speelt bij ons. En dat doet hij met veel plezier. Even over de wedstrijd. De eerste helft, 3-1 voorsprong. Ik denk dat je zelf los iets van wedstrijd uitspelen en klaar. En dan komen jullie toch nog knap terug. In de wedstrijd? Vertel je helaas over de wedstrijd? Ik denk dat het vanaf het begin niet echt goed stond zoals de trainer het wilde. Veel te laag tempo, we waren veel te lief. En hun waren strijdig, hun willen nog kampioen worden. Ik denk dat ze het nog kunnen.
En ja, wij laten ons aftroeven. Terwijl we gewoon een goed elftal hebben. Helaas laat de stand dat niet zo zien. En 3-1 sta je in de rust en dan ga je alles of niet spelen. En het mocht helaas niet zo zijn. Volgende week, wie treffen jullie? GSC. Wordt een lastige wedstrijd. En ik moet eerlijk bekennen, ik heb net gehoord dat DSO gewonnen heeft. Ze spelen volgende week tegen Haaglandia, die al een periode heeft. Die is veilig, dus nou, dat kan je zelf wel invullen. Ja, succes volgende week. Dank je wel. En bedankt. Ja, dank je wel. Dames en heren, welkom wederom bij Sporters TV. Net de keeper van HBOK gehad. En we hebben gehad Freek van Driel. En we praten nu na met Richard Middenkoop. Richard, 5-4 overwinning. Eerste helft 3-1 voorsprong. Ik denk dat je met gemak de tweede helft op de bank ging zitten. Maar toen? Nou, gemak. Je ziet dat dit een lastige ploeg is. Met een aantal individuele goede spelers. En het oppositionele spel van die gasten, gewoon heel veel de lange bal, maakte het lastig. En op de cruciale momenten hebben we vandaag een aantal foutjes gemaakt. Zonder daarbij namen te noemen. Freek van Driel viel weer in de tweede helft. Tijd geblesseerd geweest. Valt uiteindelijk moeizaam in waarschijnlijk. Nou ja, kijk, hij is 5 weken weg geweest en kijk, Robin was geblesseerd voor de wedstrijd. Dus we hadden met Robin afgesproken, ik wil je gewoon hebben om in ieder geval op het middenveld een verschil te kunnen maken. Nou, dat gebeurt ook de eerste helft. Ja, ik denk dat we de eerste helft, vond ik ons ook niet goed spelen, met name omdat het veel te lamlendig oogde met elkaar. Geen druk op de bal. Maar uiteindelijk sta je dan 3-1 voor en dan denk je in de rust, nou ja, oké, dit moet genoeg zijn. Ook weer met het oog naar volgende week, omdat je normaal gesproken geen goal weggeeft. Nou, en als je dan de tweede helft ziet en je maakt 4-1, dan moet het gelopen zijn. En dan denk je, nou prima, maar geloof 35 seconden later maakt Fabian een fout en is het weer 4-2. En die jongens hebben natuurlijk geen keus, die moeten erop. Nou ja, dan gaan zij lange ballen spelen, die vallen goed, die vallen niet goed. We hebben de tweede bal niet, dan wordt het nog 4-3 en dan, nou ja, dan maak je het jezelf lastig. En dat is zonde en dan zie je de onrust ten opzichte van elkaar, omdat we dan eigenlijk te weinig leiders hebben die opstaan en even de organisatie goed kunnen halen. Want ja, ook Rory viel geblesseerd uit. Nou ja, en dan kan het alle kanten op. En dan ben ik uiteindelijk blij dat 5-4, want uiteindelijk gaat het gewoon om 3 punten. Pakken we wel weer de 3 punten. En moet je dit vergeten? En is het wel gewoon zo dat we volgende week gewoon voor de schaal spelen? Hè? Want uiteindelijk is dat ook gewoon de belangrijkste wedstrijd weer, waarin allebei de ploegen gewoon moeten. En wie zegt dat dat niet kan lukken? Je vult mijn laatste vraag al in. Mijn laatste vraag was natuurlijk, ja, volgende week uit tegen HVC 10. Wat was er precies met Robin Deemeyer aan de hand? Nou, Robin was al geblesseerd. Dus die heeft wat problemen zonder daar verder op in te gaan. Maar ik heb gisteravond met hem gesproken. Ik heb gewoon gezegd dat ik hem heel erg belangrijk vind om te starten. Nou, dat heeft hij gedaan met een aantal pijnstillers. Nou, nogmaals, bij 3-1 vind ik dat het dan genoeg moet zijn. Nogmaals, gezien het feit dat je maar 17 goals in het hele seizoen tegen hebt gehad. Om daarna dus Freek van Driel te brengen. Die ook gewoon ritme nodig heeft om juist weer terug te komen in de belangrijkste fase die nu gaat komen. Namelijk of volgende week de laatste wedstrijd waarin je kampioen kan worden. En als dat niet gebeurt, dan heb je daarna nog 2 wedstrijden waarin we ook gewoon op oorlogsterkte moeten zijn. Richard, bedankt voor je betoog en heel veel succes volgende week. Dankjewel. Dames en heren, volgende week, u hoort het al van Richard Middenkoop, de kraker HVC 10 tegen Sportlust 1. Tegelijkertijd hebben we Nooddorp tegen Zwift. Aanvang van de wedstrijd is volgende week is 2:30 en u kunt de wedstrijd natuurlijk op Sportlust TV rechtstreeks meemaken. Sportlust laat ook een bus rijden volgende week. U kunt zich daarvoor opgeven via PR-zaken, apenstaartje sportlust46.nl. Let wel, vol is vol.